Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Thuismuseum. Hoi, daar ben ik weer. Ik ben Lieke en je keek net naar de Merino schapen bovenop Museum de Lakenhal in Leiden, waar ik nu op de voorplaats sta. En die voorplaats die is eigenlijk pas weer sinds een jaar te bezoeken, want het museum is ongeveer 2,5 jaar dicht geweest. Het is gerenoveerd en uitgebreid. En bij die renovatie hier op de voorplaats, daar heeft de Bankiro Loterij mooi aan bijgedragen. Dus dit is de nieuwe gerestaureerde ingang waar je binnenkomt. Nou ja, sinds een jaar dus weer. Ik ga jullie meenemen het museum in, want er is heel veel te zien. Het museum is ook groot, dus we gaan heel het museum kriskras door. Die stukjes zullen we een beetje doorspoelen. Maar we gaan nu eerst naar de grootste blikvanger van het museum. En dat is Lucas van Leiden. Nou, blikvanger is het. Daar staat hij, het drieluik. Het laatste oordeel van Lucas van Leiden dus. En ik vind het zo met die blauwe muur eromheen echt een prachtige... Nou ja, alsof het licht geeft, terwijl dat dus helemaal niet doet. We gaan even dichterbij. Want hier is best wel wat te zien. Het belangrijkste natuurlijk het laatste oordeel dat geveld wordt. Wordt het de hemel, waar hier de engelen staan te wachten. En deze engel, die ziet het wel heel erg zitten met deze jongeman. Dat is wel een opvallend stukje uit het drieluik. Of wordt het toch de hel? Deze mevrouw, dat is een beetje verdrietig. En hierboven zit een duivel, hoop dat je hem goed kunt zien. Er zit een duivel alle namen te noteren van degene die dus voor eeuwig moeten blijven branden. Nou, dit drieluik, dat is een bijzondere. Dat is met de beeldenstorm is dat veilig gesteld. Toen door het in het stadhuis is het toen geplaatst. Tijdens de restauratie en uitbreiding, toen dit museum dus dicht was, toen mocht het op een eregalerij in het Rijksmuseum hangen. En ik loop nu even naar de achterkant, want toen dit in een kerk hing, want ja, zo'n drieluik vind je vaak in een kerk, toen was het eigenlijk dichtgeklapt. Dus je zag deze schildering en deze schildering. Die zag je hier. En alleen op feestelijke dagen of bijzondere dagen, dan werd het luik opengeklapt. Dus je kunt het een beetje vergelijken met het goede servies eigenlijk dat toen op tafel kwam. Maar dat is in de kerk. Daar gaan we zo meteen naartoe. Ik ga nu rechtaf naar de moderne kunst. Ik denk dat dus die drang die we hebben, dat die magie zo, ja, voor mijn gevoel bij mensen hoort. Dit is een film speciaal voor deze kamer gemaakt, een film van Sophie Ernst. En in deze film, of voor deze kamer, heeft zij eigenlijk het fenomeen toverlantaarns onderzocht. En toverlantaarns die zie je hier aan de zijkant opgelicht. Ik kende het nog niet, maar het is eigenlijk een heel, ja, een manier van schilderij. Ja, kleine schilderijtjes zijn het eigenlijk. En voor mij lijkt het alsof het licht bepaalt wat je wel of niet ziet. Dus het zijn kleine beschilderde glasplaatjes. Maar bij deze bijvoorbeeld... Ik hoop dat je het goed kunt zien. Maar bijvoorbeeld het blauw en het groen dat je hier ziet, dat zit niet op de glasplaat, maar dat zit erachter.
Het bestaat uit verschillende lagen. En dus het licht dat erachter schijnt, dat is een soort eerste manier van projectie. Projectie waar geometrische projectie als een wiskundige theorie. En dit zijn helemaal verschillende, dit zijn verschillende lagen in glasplaatjes. Hier onderin kun je dat goed zien. Dus er is een groot verschil tussen waar we naar kijken en wat we uiteindelijk zien. Ja, dat is precies waar we naar kijken. Ja, de thema's die op de toverlantaarns te zien waren, dat ging van mythologische verhalen en bijbelse verhalen naar politieke of maatschappelijke onderwerpen. Maar ook erotische plaatjes bijvoorbeeld. En dat hing dan vroeger bij mensen thuis, bij de mensen die dat konden betalen. En daar hadden ze dus zelfs toverlantaarnavonden. Dus wat later misschien een soort van diavoorstelling is geweest. En waar je nu lekker gaat Netflixen met z'n allen, was het toen een toverlantaarnavond. Hier liepen we net al even langs. Dit is de stempelkamer. En hier werden vroeger... Want het heet natuurlijk Museum de Lakenhal, omdat het vroeger een lakenhal was. Hier kreeg je vroeger, als je een laken had geweven, of in ieder geval heel proces had doorgelopen, want het was meer dan alleen weven. Dan kon je dat hier laten keuren. En als dat dan goedgekeurd werd... Dan mag ik hier deze openmaken. Dan kreeg je een loodje. Dan werd er een loodje opgeslagen. En hier zie je eentje op een rood kussentje. Dat is wel grappig. Die worden dus overal op de wereld teruggevonden, die loodjes. Omdat ze van zulke goede kwaliteit waren, de Leidse lakens. Werden ze dus over heel de wereld verkocht en verhandeld. En deze is niet zo heel ver teruggevonden. Dit was in Amsterdam. Bij de Noord-Zuidlijn, bij het aanleggen daarvan, is die gevonden en die komt uit de 13e eeuw. Zover gaat dat terug. En ik ben er net even snel doorheen gelopen. Maar dit is dus de plek waar je dus kon wachten op je loodje, op de keuring. Spannend moment. Dus dit is de achterplaats van het museum. Ik ben net daar... ingekomen. En hier als bezoeker nu kun je dus kiezen welke tentoonstelling je gaat bezoeken of welke richting je opgaat. Hier lopen we even snel doorheen, maar dit is ook wel mooi. Je wordt laten zien hoe dat vroeger ging. Ik ga het toch eventjes snel laten zien. Even de camera wat omhoog. Zo werd dus zo'n laken, dat wel 40 meter lang kon zijn, werd opgehangen. En dan werd het zo op die manier hier gekeurd. En deze zaal die gaat over Leiden, over het Leids ontzet op 3 oktober. Het einde van de 80-jarige oorlog hier. En hier hangen allemaal historische stukken die te maken hebben met dat Leids ontzet. En met de honger die geleden is. En met de opoffering van burgemeester... Van de Werf, dat zeg ik goed hè, burgemeester Van de Werf. Die zichzelf zou hebben opgeofferd omdat al die mensen honger leden. En daar is in 2011 een soort van remake van gemaakt. Maar dan met de kennis van nu eigenlijk. Door Erwin Olaf, de fotograaf. Dit is een foto die in 3 dagen geschoten is. En dit zijn allemaal mensen uit Leiden. En die zijn dus in 3 verschillende dagen is dit opgenomen. En dat is tot 1 grote foto gemonteerd. En hier wilde Erwin Olaf eigenlijk vooral ook laten zien dat de pest ook veel, of eigenlijk bijna meer, slachtoffers maakte in die tijd dan de honger.
Ja, er is ontzettend veel te zien. Ik ga even heel snel wat grappige dingetjes laten zien. Bijvoorbeeld deze iPod die hier te zien is. Want dat is natuurlijk van de moderne tijd. Hier hebben we een mooie Gucci-tas, geloof ik. Hier zien we een paar teenslippers. En hier, dit meisje, Lola is dit. Zij werd, zij was toen een paar jaar oud toen deze foto geschoten werd. En dat is dus nu inmiddels 9 jaar verder. En dat is wel grappig, zij komt dus elk jaar komt ze terug om een selfie te nemen van haarzelf op dit schilderij. En het is gemaakt in de Pieterskerk in Leiden. Dus één grote Leidse productie is dit dus. En heel wat anders dan bijvoorbeeld deze van Van Bree. Waarvoor het plafond hier verhoogd is. Want ik begon natuurlijk met dat dit museum sinds vorig jaar pas weer open is door restauratie en uitbreiding. Maar dit museum heeft vaker restauratie en uitbreiding meegemaakt. En ik vroeg het net al eventjes, maar de enige kant die ze nu nog op kunnen is eigenlijk omhoog. Maar ja, dat zien we voorlopig nog niet gebeuren natuurlijk. Het is te veel om allemaal nu aan jullie te laten zien. Dus ik zou willen zeggen, kom naar dit museum als je daar goed bij voelt. Ze werken hier nog met een tijdslot, dus reserveer dat ook even van tevoren. Vond je deze video nou leuk? Dan abonneer ook even op ons kanaal. Want wij zijn nog lang niet uitbezocht naar alle musea. Bedankt voor het kijken en ik zie jou weer een volgende keer op een andere plek. Doei!